Een paar jaar geleden stond ik op de cover van de For Girls Only magazine. Zo wow. Gigantisch. Wie is jouw type? Wie is jouw type test? Dus, ben ik je type? Check eens. In de Schultes is een grote grappenmaker. Is dat wel echt het competitie met magazine? Ja, nou, sorry. Aaron Blomma, bro. Fuck. Ik heb nooit een kans gemaakt. Wat is dit? Is dat een tattoo? Een tattoo. Maar ik weet dat jij die niet hebt. Wil ik het uitleggen of ga ik het gewoon zo houden? Ja, laten we het zo houden. Oh my god. Je bent toch zo braaf aan het wachten totdat ik stop met mijn filmen. Deze, hoe lang denk jij erover doe? Nee, wel lang. Lang? Ja, ik ben traag eten. Hoe lang? Half uur, 45 minuten. Oké, 20 uur, 34. Tijd gaat nu in. Hop. Volledig op. En we zijn... Ik weet niet wat de wiskunde is, maar het is langer dan een half uur. Ja, ik weet start hier niet meer. Dus. Degene die die rekensom kan oplossen, krijgt... Niks. Yo, check deze licht. Het is momenteel 8:30 en ik ben fucking blij dat nog zo licht is buiten. Deze periode maakt me altijd zo gelukkig. Langere dagen en shit. Volgende beelden hebben wat context nodig, want ik ben laatst gaan praten met Dimitri Vegas, die een van de stemacteurs is van de nieuwe Spider-Man film Across the Spider-Verse. En ik doe mij aan een campagne voor die film. Ik wist eerlijk gezegd niet goed wat ik moest verwachten van dat gesprek, maar uiteindelijk hebben wij gewoon 10 of 20 minuten zitten bonden over Spider-Man. Dit gebeurt niet vaak, maar volgens mij is Dimitri Vegas een grotere Marvel-fan dan ik. Anyway, hier zijn wat snippets van ons gesprek. Iets dichter misschien nog bij de... Cool. Ik zit momenteel met Dimitri Vegas. Weet jij dat jij mijn droom aan het leven bent? Door deel te zijn van het Marvel Cinematic Universe. Ik ben ook mijn droom aan het leven. Serieus? Ik kan het wel inkomen, ja. Letterlijk, de allereerste comicboek dat ik ooit gekocht heb, was een Spider-Man en Thor. Ja, bij mij ook Spider-Man. Ook. Ik denk dat ik niet wil weten hoeveel geld ik aan comics heb gespendeerd in de laatste jaren. Ik ben dus moeten stoppen op een bepaald punt. Dat is gigantisch. Als jij voice acting doet en zo, komt je soms gewoon jogging naar de studio? Ja, 100%. Want het personage dat je speelt is... Peter B. Parker. Eigenlijk is hij de OG Spider-Man. Die wat ouder is en in de eerste film een beetje washed up. En het is eigenlijk dankzij Miles dat Peter een beetje zijn voeding terugvindt. Blijkbaar terug samenkomt met Mary Jane. Hmm. En nu ook een kindje heeft. Wauw. En dat is voor mij dubbel speciaal, want sinds de vorige film... heb ik ook een kindje gekregen, dus het past wel mooi. Nee, jij bent gewoon een beetje Peter Parker. Ja, voilà, zo voel ik me. Jij bent iets jonger dan ik, denk ik. Ik ben, denk het, 23. Okay. Ja, dus ja, een pak jonger dan ik. We gaan mijn leeftijd niet zeggen. Denk je dat Spider-Man zou winnen in een gevecht tegen Iron Man? Ja. Echt? Ja, ik denk het wel. Spider-Man zou ik kunnen zeggen, het intellect van Peter Parker rivalt wel Tony Stark. Het gewoon budget niet. Tony Stark blijft nog altijd wel een man in a suit. En Spider-Man blijft nog altijd wel Spider-Man. En wat? Spider-Man geeft nooit op. Wauw. Ja, hem had ik ook wel graag even, gefilmd. Jij bent echt een fan. Ja, natuurlijk. Ja, dat is geen PR-talk. Nee. Dus de film komt uit, hoeveel mei? 31 mei, wist ik niet. Ik moest ook kijken. Dus 31 mei. Okay, wat ik bijgeleerd heb is, Dimitri Vegas is gewoon echt een geek. Dat is waar. Same. Dat is leuk, man. Uit Burrito Night, chili con carne. Oh. Ja. Lekker? Ja. Oeh, lijkt op honden eten. 1, 2, 3, fuck it. Wel goed gekeurd. Ja? Is lekker. Yes, ken het. Dat was het, denk ik. Zeg jij het of ik je? Tada!